Attentie dames en heren, als u zo vriendelijk wilt zijn allemaal naar midden toe op te schuiven, want er zijn meer mensen als er plaatsen beschikbaar zijn. Dank u. Speciaal voor degenen die laatst gekomen zijn en nu nog geen zitplaats hebben, voor hen hebben we hiervoor 30 plaatsen gereserveerd. Dus wie nu nog staat van onze kasten, kom nu naar voren. Wees zeer welkom om hier beneden plaats te nemen, zodat iedereen kan zitten. Even opzij, want ik zie daar minstens één gast, zo niet twee, die daar gebruik van zullen maken. Het behoort tot het bevoorrecht gezelschap. Want het aantal telefoontjes dat ik de afgelopen dagen mocht ontvangen van mensen die zeiden, en waarom kunnen wij er niet bij? Dat is niet op twee handen te tellen. Ik voelde me meer een soort manager van een muziekorganisatiebureau dan man van het Anton. Wij hebben niet kunnen vermoeden dat zoveel na ons eerste klein kunstje met zoveel plezier naar ons tweede klein kunstje zouden komen. U bent daarom bevoorrecht, want het gaat overigens niet om u vanavond, maar het gaat om die gasten van onze school. Die 160 die hier vanavond kleine kunsten tot hele grote kunsten zullen bevorderen. Ik wens u daarbij een hele genoeglijke, rijke en creatieve avond, want u zult de Anton in ieder geval nu op zijn voordeligst zien. Veel plezier. Daar zeer snel gaan zijn. Dit is een grote hectiek daar achter in de zaal. Is meneer Hendriksen, ik zie zo beter zijn. Heeft meneer Hendriksen al gesproken? Oh, dan is dat goed, hè. Kijk, er is een grote hectiek, want de presentator die zit nog te eten. Ik heb daar net zijn maaltijdje zo voorgeschoten. Maar hij gaat hem zo komen. Gelukkig hebben wij daar ook nog een klein manneke dat ons gaat assisteren, hè, daarbij, bij dat presenteren. Is mijn collega, meneer Wijnhoven, is die daar ook? We hebben samen een kookclubje in België opgericht. Hè? Ja, Ossenwit heet dat. Hè? Maar meneer Wijnhoven, dat kunt je zien dat hij daar al beter van geworden is dan ik. Hè? Maar enfin, ik ga u snel het eerste nummer kunnen aankondigen. Dan moet ik weer snel de keuken in, want de presentator die moet nog zijn toetje hebben. Hè? Ik kan het zo niet zien. Ik kan dat niet zo goed hoor, maar dat is klassieke gitaren zoals je hier gaat zien. Dat is muziek.
En dat heet Snowflakes van Pieter van der Staak. En dat is Ivo en Jochem en Haranka en Sjoerd en Ted en Jasper en Kat en Erik. En de leiding, meneer Willem Wijnhoven.
één vind ik persoonlijk, daar mag u meegaan of niet, dat ze die hele compositie helemaal zelf gemaakt hebben. Ik stel u uit groep 2 voor, Monique en Nathalie. Ratslag. Ja. Hans van Doverslag, 2 achter elkaar. Arabier Flikvlak. Arabier Flikvlak en dan eenzelfde. Handstandoverslag, Arabier en Flikvlak. Arabier, Flikvlak, Flikvlak. Met salto erachteraan. Arm hier en salto. Arm hier en hoge salto. Ja, dan zijn ze alle drie achter elkaar. Arabier, flikvlak, flikvlak, flikvlak. Arabier, flikvlak, salto. Applaus voor Nathalie, Lenny en Monique. Het is sowieso niet bijzonders. Deze twee brugsmurfen, dat zijn wel twee heel bijzondere. Ook zij zoeken het in het acrobatische. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat wij erin geslaagd zijn met ons goede onderwijs om dat in 2 maanden aan hun te leren. Dat hebben ze natuurlijk ergens anders ook wel gehaald. Maar toch, applaus voor Jacques en Henry. Stutten achterwaarts, via handstand dus achterwaarts, dat heet stutten. Radslagend met een tussenheuring, dan komt het hupje en de volgende. Handstand overslag, handstand overslag. Ja, Arabier flikvlak. En nog één. Arabier dubbele flikvlak. Tap, tap, tap. Ik zeg hier bewust het ritme. Als het goed uitgevoerd is, is het ritme constant. Dan hoor je dat ritme in de bewegingen terug. Tap. Tap en salto. Arabier salto. Applaus voor Henry. Welkom dan vanavond. Ik ben blij dat de kok het even voor mij wilde overnemen. Die flikvlak Arabieren, die mag ik wel. Hè? Ik kondig u thans aan vanmiddag bij de generale. Heel erg vergeten. Dus nu dubbel op. Jazz dance.
getiteld Maniac. Muziek Flashdance. Achtereenvolgens Maartje, Muriel en Monique. Zelf ingestudeerd. Wat zal deze
dienstverlening voor de gemeenschap werkzaam te zijn. Goedemorgen. Ook u goedemorgen toegewenst. Waarmee mag ik u namens de Nederlandse Spoorwegenpolitie? Ik wil de vraag of ik een inlichting kan krijgen. Maar natuurlijk, dan bent u hier op de juiste plaats. Dan gaat u toch zitten? Daar staat de stoel voor. Oh, dank u wel. Zo, blij dat ik zit. Dat dacht ik ook zo. En welke inlichting wil ik bij u verstrekken? Mijn dochter wordt geschorst met haar man in West-Kloerendam op het Molletjesveer. In West-Knollendam, zegt u? Hoe is het mogelijk? Nee, in West-Knollendam, op het Molletjesveer. Oh, dat verandert de zaak. Nou, wou ik van u weten hoe ik daar gekomen. Nou, dat gaan we dan even voor u opzoeken. Even zien de handleiding. Juist de register. Dit is Knollendam. Ja, dat zei ik. Oh, dan moet ik een paar bladzijden slaan. West-Knollendam. Ja, West-Knollendam. Ik zie die zo breken in 2. Bladzijde 113. Bladzijde 72, 98, 112, 113. Ik heb hem. West-Knollendam. Ik zie aanhangsel B. We komen er wel. Ja, maar ze zijn heel gezond. Daar zijn we voor. Ja hoor, daar staat het. Best mooi, dan. Het is een supplement buurtspoorwegen. Hoe is het mogelijk? Klein goed. Best mooi, dan. Zie dienstregeling, streekvervoer en buurtbus. Maar nu zijn we hoor. Luister maar. Om te beginnen gaat u met de trein naar Utrecht. Vandaar pakt u de Intercity naar Amsterdam. In Amsterdam Centraal stapt u over op de Alkmaarder. U stapt uit de Wormerveer en pakt daar de streekbus en die brengt u naar Wormer, waar u overstapt op de buurtbus en die stopt voor de deur van Molletjesveer. Dus even repeteren. Utrecht, Amsterdam Centraal, Alkmaar tot Wormerveer, streekbus Wormer, buurtbus en ik ben er. Precies, dat hebt u knap onthouden. Anders wil niet van de dienst? Nee, hartelijk bedankt. Wat een voldoening geeft deze functie. Je bent zo helemaal dienend. Geweldig! Zeg mevrouw. Kijk, u bent zeker nog wat vergeten. Dat is veel te zeggen, ja. Ik wou weten hoe laat ik moet vertrekken om voor 12 uur bij mijn dochter te zijn. En u wilt er beslist voor 12 uur zijn? Ja, want mijn dochter dan voor 12 uur warm. En als ik daar dan mee wil eten, moet je mijn pakje warm houden en daar is een hekel aan. Ik begrijp het volkomen. Wat gaat u toch zitten? Zo, blij dat ik zit. Dat dacht ik ook zo. Even zien de handleiding. Juist uw register. Het is best Knollendam. Ja, dat zei ik. Oh, maar dat zei is verder. Westbroek, Westie, Westwijzer. Ja, best Knollendam. Zie niet zo rekening 2. Wat zei je 113? Wat zei de 72, 98, 12, 113. Best Knollendam. Zie aan onze breek. We komen er wel. Ja, maar het is hier een heel bezoek. Ja, daar zijn we voor. Ja hoor, daar staat het. Best Knollendam. Ze zitten met buurtspoorwegen. Hoe is het mogelijk? Gelijk goed. Best Knollendam. Die streek in streek voor en buurtbus. Weer. Wat wil u ook meer weten? Hoe lang moet ik vertrekken? Om voor 12 uur aan de maaltijd te zitten. Ik weet het alweer. Als u hier vandaan vertrekt om 9:10, dan bent u om 9:30 in Utrecht. Daar vandaan vertrekt u te zitten om 9:10, 9:05 en bent u om 10:55 op Amsterdam Centraal. De Alkmaarder vertrekt daar vandaan om 10:55, eens om 10:50 in Wormerveer. De
rijden om heel een half uur en brengen ze 17 minuten naar Bormer. En als ze geluk hebben, pakt ze daar de buurtbus voor half 12. Die doet ze 10 minuten over, dus dan staat u 11:15 op de stoep van de dokter. 11:15 zegt u, en dan moet ik om 8:00 hier op de rond staan. Dat is een hele reis. In ieder geval hartelijk bedankt, hè? Ja, soms is het een heel werk. Maar ja, dan zijn ze dan ook echt tevreden. En dat is wel. Mevrouw. Daar bent u weer, zie ik. Dat is goed. U wilde zeker nog wat weten. Ja, precies. Ik wilde weten wat je lijst aan de dokter kent kostte. Nou, mevrouw, toen kan ik maar één zeggen. Dat is goed. Mag ik misschien even gaan zitten? Toe of u thuis bent. Blij dat ik zit. Even zien de handleiding. Kruis op de register. Ik wist het nog eens dan. Ja, dat zei ik. Oh, dan moet ik de paard wel zijn. Dus verder zijn. Best goed. Best niet. Best bij het terug. Best nog een dan. Zit die van 2.2. Dat zijn 113. Dat zijn 72. 98. 113, best voor een dag. Zie aan op z'n been. Verstromen ze wel? Gelukkig wel. Ja, u denkt natuurlijk, daar staat ze voor. Ja hoor, daar staat het. Best voor een dag. De supplement duurt voor een week. Hoe is het mogelijk? Een lijn goed. Inderdaad. Weer te ver. Wat het kosten wilde u weten? Als het dient, ja, als het mogelijk is. Hier is alles mogelijk. Wat er, dat gaat u kosten, $72 precies. Met de 65 pluskaart is het bij $36. Ja, dus... $36? Dat is die is in ieder geval hartelijk bedankt, hè? Ja, ik zei het al. Het is fijn werk, maar soms zijn er enorme zadelstevens bij. Maar ja, als je dan weer je geduld hebt weten op te brengen, dan geeft het toch weer een voldaan gevoel. Nee, hè. U wilde niet zeggen? Nee, hè. Nou ja, zeg het dan maar. Mag ik misschien even gaan zitten? Wel ja. U bent blij dat u zit. Kijk, ik moet rondkomen met mijn AOB, dus dat vind ik zo. Als ik er een toetje nam, is dat misschien verdediger. Dat is inderdaad verdediger. Wat zou dat dan gaan kosten? Daar gaan we dan maar weer. Even zien de handleiding, juist de register, het is best wel onderkomen. Ja, dat zei ik. Maar wat zijn de Dus Prolletap, zie aanhang zo mee. We komen er wel. Ja, wij zijn er om eenmaal om te worden gebruikt. Ja hoor, daar staat het. Dus Prolletap, zie supplement buurt voor weken. Hoe is het mogelijk? Gelijk goed. Wat voor retourkost wilde u weten? Nou, dat kost dan voor 65 plus 49,50 euro. De vrije? Het is een hoop geld, maar toch hartelijk bedankt. Zit!
mogelijk stil. Blijf goed. Dames en heren, dat ik bij u introduceren mag een stukje muziek. Vier violen. Mevrouw Balies heeft daar nadrukkelijk voor gekozen omdat ze de violen een beetje wil promoten. Zo noemt zij dat, promoten. Ik zou gewoon zeggen bevorderen. Maar ja. De spelende zijn Sonja van Bost, Mieke Douwsma, Joska Mengen, Margreet Balies. Alle vier violen. Daar zitten wat gevoelige, fijnsnarige deuntjes tussen. De vraag is nadrukkelijk om tussen de delen, vier delen, waarvan één zeer kort, niet te applaudisseren vanwege de concentratie. Thank you.
thans de voorbereidingsbewoording getroffen. Een stukje cabaret met de een beetje twijfelachtige titel vind ik. Anton van Duinkerk, college in crisistijd. Ik kan me dat niet voorstellen met meneer Hendricks. Er is een hele rij leerlingen. Ik zal toch maar heel snel de voornaam even noemen. Patricia, Marinka, Karen, Linda, Masha, Neeltje, Lars, Rob Kolen, Joris, Robert, Jochem, Martijn. De begeleider is de heer G. Smits. Veel genoeg. Het is pauze tussen het tweede en het derde uur op het Anton van Duinkerk College te Veldhoven. We werpen een blik in lokaal 4. Ik heb honderd verkocht voor het leger des heils. Ah,
Kun je gaan? Anders mis wij de bus. Vriend, heb je tijd? Luxe!
muziek, dames en heren. Ik was net iets te vroeg. Perhaps Love van John Denver. Joost van Wielink verzorgt de zang. Daar verschijnt de vleugel. Dan hebben we Roel Worm, Nanny Waldraam, Chris Worm, Rob Wilting. Dat is het eerste onderdeel. En het tweede, King for a Day van David Brubeck, haar jazzy man. Vertolkt door Marleen Eggermond. De algehele lijn berust bij Wim Wijnhoven. Spelende zijn nog Jelleke Wilting en Martijn. I'm
Het volgende nummer is Cabaret. Het heet Ook Dat Nog. Spelers zijn Ursus Bekkers, Anke Berden, Judith van Gers, Judith van de Merkakker en Eva Smetsers en Charlotte Smit. Begeleider G. Smit. Ook dat nog! Met Deunek in de Haas! Met Erika van Winkelmuis! En ook met Franka Kronkelkrak! En niet met Sylvester van het Kamp! Nou, jullie mogen ook over mij komen hoor! Welkom bij Ook Dat Nog, dames en heren. Wij kregen weer een aantal klachtenberichten binnen. En in deze uitzending hebben wij een speciale klacht. De leerling van het Anton van Duinkerken College te Veldhoven had een groot probleem. Waar ze aan toe zijn. En dat er nog alternatieven bestaan. Oh, stop, stop even.
alternatieven allemaal van mijn moeder gewonnen. Alternatief, ja. Kan ik weer? Nee, even wachten. Ja, ja, ik kan. Ja. Waar was ik gebleven? Oh ja, dat er nog alternatieven bestaan waar ze op terug kunnen komen. De leerlingen willen alleen de voor hun bestemde aspecten in het voor hun bestemde statuut bekijken. En leraren doen niks fout. Oh, nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Het was me een waar genoeg. Mogen wij ook nog even iets vragen en je dan gewoon antwoorden zodat ik beter te begrijpen is? Ja. Zijn er ook voordelen van dit statuut? Ja, voordelen vroeg je. Nou, ja. Waren er misschien nog meer vragen? Ja, als je zelf statuut zou maken, zou je het dan ook zo doen? Nee, ik zou er wel het een en ander aan wijzigen. Zoals punt 1 en 2, dat duurt veel te lang. En 2, 3 en 4, nee, die komen allemaal op hetzelfde neer. En 5, 6 en 7, dat... Nee, dat klopt niet. En 8, 9 en 10, nee, ik zou het heel anders nemen. Hoeveel punten zijn er dan precies? Ja, 10, ja. Ja, probleempje, we hebben maar 7 minuten van meneer Smits gekregen. Ze moeten nou opschieten, vlug, het lied. Bye.
Trendgroep Demonstratie. De dans is Oppositor Attract. Muziek, Paula Abdul. Danseressen, Marion, Esther, Judith, Linda, Lisette, Evelien, Wilma, Claudia, Suzanne, Imke, Ilse, Monique, Annette, Marieke, Kim, Katelijn, Daniel, Noortje. Leiding, Annemiek van Doren. Een applaus voor beginnersgroep demonstratie jazzdans. Misschien wil ik u wat uitleggen. Sinds jaar en dag is er op school een jazzdanscursus. Die vindt meestal plaats tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie. Een aantal jaren is het niet gelukt om die te organiseren, maar dit jaar hebben we de draad erop gepakt. Vandaar dat u hier 18 brugpassers aantreft, die de uitdaging aangenomen hebben om in 10 lessen tijd zich klaar te stomen voor deze avond. Graag weer terug.
gele kleding. Je kan van niemand verwachten dat hij in een kist gaat zitten die niet bekleed is en waar geen luchtgaten in zitten. Waarom wil je dat ik in de kist ga zitten? Omdat ik dan de deksel kan vastpijken. Jij wilt de deksel vastpijken terwijl ik erin zit? Precies. Nee, David, je hebt de ding weer verkeerd aangepakt. Oh ja? Ja, je had mij om raad moeten vragen. Dan zou ik je hebben gezegd, leid hem rustig naar de kist. Leid hem rustig naar de kist. Ik zou hebben gezegd, help hem met instappen. Help hem met instappen? Ik zou hebben gevraagd te willen gaan zitten. Hoe zou jij eigenlijk het deksel vastpijken? Met flinke spijkers, 6 duims. En met een hamer. Heb je die, 6 duims spijkers? Die heb ik. En een naam. Nou, dan zou ik nou de deksel maar dicht doen. En dan zou ik hem vastpijkeren. En ik zou het vlug doen. Ik heb niks kunnen vinden, papa. Oh, dat geeft me zo'n beetje.
Je komt eens even hier zitten, we hebben wat te praten. Oh, ik moet dan maar even weg, hè? Nee, blijf, blijf. Ik steek er alleen zo'n wat van over. Kijk, Sophie, de zaak zit zo. Ja, papa? De kwestie is deze. Ja, papa? Het komt eigenlijk hierop neer. Ja, papa? Ja, is het nou ooit met dat ja, papa? Wat was ik ook alweer? Ik dacht dat het zo eenvoudig was. Oh, kan jij het soms beter of nou kijken dan? Nee, nee, het is jouw loop. Ik luister. Nou, als we zo'n bloem bekijken, wat zien we dan aan de onderkant? Vijf vingers. Nee, ik bedoel... ik bedoel dat het komt eerst in de kroonblaadjes. Daaromheen zit het kogelwit. Hoe zouden ze die nou noemen? Ik probeer erachter te komen of jij het weet. Dus? Die noemen ze de kelptaartjes. Juist. Weer wat geleerd. We worden niet brutaal, hè? En als we zo'n doen van binnen bekijken, wat zien we dan? Luisjes? Nee, dat is niet goed. Luisjes horen niet bij de bloem. Ik pas er niet in, Lauren. Wat doen ze er dan in? Ja, weet ik dat? Vragen ze zelf. Dat heb ik gedaan. We zullen niet zeggen. Kijk, ik best dat. Ja, hou jij ook nog je mond? We zitten steeds tussendoor te praten. Wacht, ik heb een beter voorbeeld. Je hebt vast wel eens een bij van de ene naar de andere bloem zien vliegen. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Nou, zo'n bij doet dat natuurlijk niet voor niks. Nee, voor de centjes, hè, papa? Nee, natuurlijk doet hij dat niet voor de centjes. Dat kind komt er net zo geld volgens jij. Ik zeg het niks. Ik luister naar ook geen jaren waar ik eten. Zo'n bij doet dat om honing te verzamelen. Honing? Ja, honing. Wat jij smokt op je brood krijgt. Honing. Ik lust geen honing en mama heeft gezegd dat ik het niet meer hoef. Dat is niet zo. Ja, maar papa zei dat ik... Is het nou uit? Stil. Wil je nou niet weten waar je vandaan komt of niet? Ja, papa. Alsjeblieft. Waarom wil je dat eigenlijk weten? Er is een jongetje bij ons in de klas gekomen. En een juf heeft het naast mij gezet. En die vroeg waar ik vandaan kwam. Nou. Ja, die vroeg waar ik vandaan kwam. Hij kwam uit Zwolle, zei hij. Terug naar nummer 13. Ik weer vooruit. Zie ik het goed. Nummer 12. Muziek, weer een ander genre, dames en heren. Een accordeonensemble onder leiding van Esther Leijen. Ellen Ras speelt mee en Anton Voets. Drie titels, Lambada, BTX Begin, is mij verteld. En de wonderlijke titel, Heimliches Rendezvous. Thank you.
jazzdans, eigen oefening. De dans is, ja, heet allemaal bananen. Ja. Kom maar dat ik het goed uitspreek, ik ben nou niet zo goed in Engels. Muziek heet I Going Bananas. Het wordt gedanst door twee zusjes. En dan doe ik dit in slow motion. Connie Luix en Claudia Luix. Ze hebben het zelf ingestudeerd. Hola. Ze hebben een heleboel zelf verzonnen, de kostuums zelf gemaakt. Maar ja, zoals meestal maken ze daarna weer hele grote rotzooi van. U kunt nog naar huis gaan, de schatjes.
Daar mag je alleen maar naar kijken. Kijk eens uit waar je doet. Dan zie je naar de rechter. Dat zou ik maar niet doen. Jeetje, zo netjes hoeft het nou ook weer niet.
Biro die kan transponeren, hè? Cabaret, dames en heren. Anton, toen en nu, straks. Daniel, Patricia, Rudy, Iris, Jeroen, Joost, Chris, Sander en Joost. Dat lijkt me een beetje al boos gebakken natuurlijk. Ja, ik ben geen hoofd niet meer hoor. We waren er nog dadelijk, want voor je nog moe, hè. Goedenavond, baby's, peuters, kleuters, pubers, adolescenten, volwassenen, 65-plussers, oude vandaag, bejaarden. En natuurlijk achter de coulissen, meneer Van. Wij wilden het vanavond met u gaan hebben over het verleden, het heden en de toekomst van onze school. Laten we deze geschiedenisles beginnen in het jaar 1919, ja. Maar zoals u kunt zien bestond onze school toen nog niet. Want die is pas opgericht in 1940. En werd pas in 1943 erkend als middelbare school. Middelbare meisjesschool, wel te staan. In 1953, onze school was toen overigens gevestigd in Moerdijk, maar het klooster waarin onze school was gevestigd werd in de oorlog verwoest. En daarom kreeg zijn onderkomen in de villa van de familie van Asselbergs. De echte naam van Anton. In 1953 verhuisde onze school naar Veldhoven, alwaar zij in 1971 haar huidige naam kreeg, namelijk Anton van Dijkerk College. Ook in die tijd werd er op onze school veel godsdienst gegeven en bij ons op school vooral door nonnen. Op 25 december. En aangezien de moeder van Jezus, Maria, niet in verwachting was van Jozef, haar man, werd gezegd dat het kind van God afkwam. Wat vandaag de dag nog gegeven wordt, is muziek. Voor velen is dit een de meest gehate les. Anderen vinden de les heel erg leuk, omdat ze er mogen zingen. Het meest frappante is wel dat als er gezongen wordt, iedereen bijna zijn mond dicht houdt. Oké, watjes. Wij gaan vandaag zingen. Wij zingen vandaag Paint It Black. Ha!
piano zag, paste mij in je armen. Dat kwam over zo. Omdat hij met zijn kop tegenaan stond. Stil! Waar ik nou verder kom. Toen hij 3 jaar was, speelde hij op de piano. En toen hij 5 was, speelde hij altijd niet goed. Zijn vader had namelijk een geniaal te snel. Hallo! Moosje! Kom, opletten. Verder combineerde hij nog wat nummertjes, maar die waren niet echt van belang. Man, je bent de belangrijkste derde van de hedendaagse klassiek. Oh ja, klopt. Thank you.
Nou, is dat huis mooi verschut. Maar goed, verder met het programma. Ik wil het met u gaan hebben over de toekomst. Door de huidige economische positie van Japan en de opkomst van Japankunde als universitaire studie is het niet geheel onmogelijk dat er in de toekomst Japans als nieuwe taal zal worden gegeven. Een blik in de toekomst! Hij had beloofd te zwijgen tot er niemand van gedachten meer
maar dat was vorig jaar. Ja, dat is zo. Toen we op weg was naar ons museum. Het gaat eigenlijk zo dat jij vonden. De blonde macht had gestuurd toen hij alles tegen kan proberen te ontwijken. Dus nu zullen we dus nooit weten wie Kitty vermoord heeft. Kom mensen, het is nu echt hoog tijd. Zeg, waar is Jan? Ach, die is natuurlijk al lang buiten. Hij houdt niet van volwassen beelden. Kom wel maar mee. Bedankt, Gert. Niks te danken, mevrouw. Tot ziens. Toch gek dat Karel weer van schoppen. Schoon. Oh, hij heeft het jij even vergeten. Zo, hier zit. Lekker rustig was het hier. Slim idee van om hier op te sluiten. Niemand die je stoort. O jee, het is al later dan ik dacht. Moet het zijn. Was er van alles? Was er... Hallo, is er nog iemand? Hallo, ik wil eruit. Dat willen we allemaal. Goed beestje. Wie bent u? Ik ben dominee Greenwood. Ik hoor hier. Mag ik u even mijn kamergenoot voorstellen? Geduld, ik weet wat u bedoelt. Zullen we het u zo uitleggen? Mrs. Black, verpleegster van geworden. Miss Cook, huishoudster. En Miss Purple. Professor Penn en kolonel Howard. En hij? Hij, dat is Winfred Getty. Waarom hij zich niet voorstelt? Hij is dood. Iemand heeft hem vermoord. 22 januari 1941. Vandaag precies 50 jaar geleden. Vandaag precies 50 jaar geleden? Om 5 over 10. Om 5 over 10. Maar daarom zijn jullie niet tot leven gekomen. Precies. De tijd is gekomen te onthullen wie van ons Winfred Getty heeft vermoord. En na 50 jaar zult u het horen. En nu zult u zelf de daad zijn vrijheid terug te geven. Ik denk er niet over. Oh ja, dat zult u zeker. Als u de waarheid heeft gehoord. Maar die wil ik helemaal niet horen. U heeft zich hier laten opsluiten. Niemand heeft dat ooit gewaagd. U zult de consequenties moeten aanvaarden. Luister dus en dwing ons niet. We hadden allemaal ons reden om Winfred Getty te vermoorden. Mrs. Black, 5 jaar heb ik hem verpleegd. 5 jaar heb ik het volgehouden. Ze hebben belediging geslikt, zijn gegrauw gesnauwd. Maar toen hij op die avond mijn kat vroeg mij lieve Jamie vergiftigde, kom ik er niet meer tegen. Ik pakte deze kandelaar en ging naar zijn kamer toe om hem. Maar ik heb hem niet vermoord. Mrs. Cook, Winfred Getty chanteerde mij. Op de avond van de 22e kwam ik wat vroeger thuis. De wekelijkse vergadering van de Cat Society was wat eerder afgelopen. Toen ik langs de werkkamer liep, hoorde ik het telefoneren met mijn man. Ik besloot het te doden met deze nodig pijn. Maar ik heb hem niet vermoord. Dominee, ik schaam mij te moeten zeggen, maar ik haat Winfred Getty. Steeds weer slaagt hij erin mij in gezelschap belachelijk te maken. En de kleineer. Ik haat hem vanuit het diepst van mijn hart. Mogen God mij arme zondaar vergeven, maar ik heb hem niet vermoord. Miss Purple, Winfred Getty was mijn geliefde. We zouden spoedig gaan trouwen. En toen kwam ik er ervan achter dat hij mij betrok. Hij betrok mij met mijn beste vriendin. Op de avond van de 22e januari ging ik naar hem toe om alles uit te praten. Eerst lachte hij me uit, toen werd hij vreselijk kwaad. Hij pakte mijn foto van het bureau en smeet me uit het raam. Ik rende de kamer uit, vernederd en buiten mezelf vermoeden. In de kelder wordt het niet al. En ik ging terug om. Maar ik heb hem niet vermoord. We moeten ook onze rollen in het raam herkennen. Op die januariavond begaven de professor en ik ons op weg naar Winfred Getty om hem als bestuurslid van de vereniging de Indisch House Cat ter verantwoording te roepen. Volgens ons had hij de verenigingskas geplunderd. We besloten hem spring van te maken en hem zo tot een bekentenis te dwingen. Op daar is wapens. Tot na 10 minuten lopen we. Heb je hem gedood? Nee, we hebben hem niet gedood. Maar vertel nou toch wie de dader was. Hier weet je toch wie het gedaan heeft? Of hebben jullie soms allemaal vermoord? Nee, wij hebben niet vermoord. Luister, en u zult het begrijpen. Wij zijn allemaal lid van de vereniging die Indisch House Cat. De leden hiervan hebben de taak elkaar en elkaars lieflijke huisdier te beschermen. Zeker, wij wisten wie de dader was. Als dat uitkwam, betekende dat hij dood zou. Wij besloten dus te zwijgen. Het heeft nu lang genoeg geduurd. We zullen niet.
dader heeft nu eindelijk recht op vrijheid. En u zult hem vergeven. Goed, ik heb daar geen keuze. Die avond waren dus 6 mensen op weg naar Minfredetti. Al dan niet met de bedoeling hem te vermoorden. Het huis was donker. Alleen in zijn werkkamer op de eerste etage was ieder van ons deed zich stil. Maar hij moet toch iets gehoord hebben. Hij kwam zijn werkkamer uit en liep in het donker naar de trap. Wij stonden allemaal beneden in de hal, al konden we elkaar niet zien. En we hoorden hem komen. En toen gebeurde het. Wat gebeurde er? Ketty stond boven aan de trap. Plotseling werd hij gesprongen, verlos in evenwicht viel en... Maar jullie waren toch allemaal beneden? Ja, inderdaad. Maar er was nog iemand in huis, reden had om Wils en Ketty te worden. Iemand die jarenlang door hem was verwaarloosd, bedreigd en mishandeld. Zijn kat heeft hem vermoord. Daar, nu weet u het. En onze belofte verbond ons haar te verraden. Ze zijn wel heel erg bang. Rijden om een kat te redden. Stil, komt u vandaan? De nachtkant hier. Wie is er dan binnen? Ik heb die belofte. Wie is er binnen? Ik ben in slaap gevallen. Haal me eruit. Dan leg je deze sleutels. Zo, kom er maar uit. Nou meneer, dat is niet wel leuk gezelschap. Leuk zullen we niet eens vandaag. Ja, mijn kinderen zijn dol op poezen. En deze is wel heel apart. Zo poes, mijn eitje zijn er geen katten. Dat heb ik gemerkt, ja. Heel gek. Kun je mijn taxi halen? Tuurlijk, kom maar. Het nummer is muziek. De titel luidt No Ham So Well. Geschreven door B. Anderson. De acteurs zijn Jenneke Wilting en Marjone Zwaans. En de leiding heeft meneer Wijnhoven. I know.
Durham zo wel prachtig vertolkt door Marian en Lenneke. Had u trouwens de uitspraak gehoord? ik moet even bladeren. Jazzdance. Gevorderden. Nou, dat zal u zien. Money. En de muziek is Milli Vanilli. Charo, talent. Iris, Aranka. Vera, Medi. Yvette, Sanne, Jacobine, Els. Een schoon nummer. Dance. Cabaret.
cabaret wederom, dames en heren. Een stukje Leraren Wel en Wee. Daar doen het mee Ivian, David, Chris, Lian en Veronique. Begeleiders G. Smits, W. Merden. Het is vrijdag. Een half uur geleden heeft de bel weer het sein gegeven voor 2 vrije dagen. De leraren zijn gezellig gaan borrelen in het knuscafeetje De Temper. Thank you.
techniek staat voor niks, maar mij houdt je ook een beetje voor lul. Dus ik zal met dat werk gaan. Wat kan ik voor u inschenken, meneer? Van Schijndlis namelijk. Ik heb graag een dubbele scot met ijskast. Om naar school te gaan. Geef mij maar een leuke baan.
onder leiding van Henk van Doren en Marielle Boosten. Ja, dit is de laatste keer dat ik ga presenteren, dus ja, nu ik wegga, kunt u beter op. Ik hoef de volgende mensen niet meer bij u te introduceren, je hebt ze straks al gezien. Twee groepen samengevoegd tot één. We gaan trampolineturnen en wat heb je daarvoor nodig? Op school een zeer veelvuldig geoefend instrument. Als leerling, als turner, worden er bijzondere eisen aan je gesteld. De eerste, de sprongkracht natuurlijk, coördinatievermogen, vooral ook moed, durf en gevoel voor evenwicht. Kijkt u naar twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is met de vrije trampoline alleen maar voor de mat. Het tweede gedeelte, daar zal ik u niet meer voor onderbreken, dat is een totaal ander gehalte. Daar wordt niet bij aangelopen om achterwaarts sprongen te kunnen maken, maar met van tevoren handstanden op de kast. U ziet dat straks weer samen. Ik zal nu een klein beetje...
geen geringe trots kondigen wij thans het slotstuk aan. Een muziekstuk verzorgd door, eigenlijk door, onder de voortreffelijke begeleiding van meneer Van Vliet. En achterin ontdekt u meneer Klaassen, die daar ook zijn grote bijdrage aan geleverd heeft. Het is een lange rij van leerlingen die drie nummers voor u gaan brengen. The Sound of Silence. Oh, de volgorde is iets anders. Hallelujah Chorus. 2. The Sound of Silence. En tot slot Star Wars. Thank you.
zijn voor ons aan het best. Iedere minuut optreden is 3 uur getreden. Bravo. En dan hebben we nog graag het woordje van de rector. Het is de bedoeling dat alle medespelenden zich op het toneel verzamelen. Althans, pogen. De rector. Heb je wellicht gedacht, wat staat mij te wachten? Ik heb dat bij de voorbereidingen ook wel eens gedacht. Maar u zult het nu met mij eens zijn dat de organisatoren van deze avond daarin toch niet konden knippen. Want alles wat vanavond door onze leerlingen hier is gebracht, dat stond en dat staat. Zo goed hebben ze ze volgens mij nergens als bij ons. Ik heb jullie horen zwoegen de afgelopen maand. Ik heb jullie wel eens horen vloeken. En wel eens horen zeggen en we stoppen ermee. En als jullie dat al niet zeiden, dan waren het wellicht af en toe de begeleidende docenten die het niet meer zagen zitten. Maar jullie zijn doorgegaan en je hebt met z'n allen weer een behoorlijke stevige dots creativiteit die kennelijk in jullie lijf en in jullie hersens zit, heb je naar boven weten te brengen. Dat is hartstikke goed. Ik ben daar heel content over, heel blij en ik denk dat ik namens deze hele volle schalm spreek en ook namens al die anderen die hier ook graag hadden willen zijn, dat wij een fantastische avond gehad hebben. Klopt dat, ja? Zeer bedankt. Het was heel goed. Het was niet wat ik aan het begin zei, het Anton op zijn voordeligst, maar het was het Anton op zijn bek. Dan zijn er nieuwe spelers. Maar ik wil toch ook heel expliciet, geen moeilijk woord, heel nadrukkelijk vernoemen de docenten die deze leerlingen begeleid hebben. Zij deden dat ter liefde gods of ter liefde van de leerlingen of omdat ze het aardig vonden, maar het heeft hen veel tijd en energie gekost. En tenslotte natuurlijk degene achter de coulissen, de inspiciënten, Robbie Verhagen, komt zoiets, Robbie Verhagen en zijde. Dus de jongens en de meiden die alles hebben gesjouwd en natuurlijk de mensen die de coördinatie hadden, variërend van de grim tot en met de presentatie van Wing Yen. Zij allen waren fantastisch. Ik ga u niet, want het is toch laat, we hebben gezegd dat we altijd op tijd beginnen op school om 19:30, maar we eindigen ook op tijd. En het was klokken 11 toen de laatste muzikale toon klonk. Ik ga dadelijk aan hen allen, aan allen die deelnamen, dit schitterende plantje aanbieden. In de hoop dat dat mogen groeien en bloeien zoals dat ook het geval was met hun creativiteit. Ik zal er nu symbolisch aan deze 6 jonge dames die hier vlakbij zitten, al hadden we het zo afgesproken, aanbieden. Ik wens u een hele goede tocht terug naar huis. En zeg het voort, volgend jaar is er weer klein kunstje. Tot ziens.